De return in de eerste ronde van de play-offs is van start gegaan hier in Enschede. Met het balbezit voor RKC. RKC dat deze wedstrijd eigenlijk moet winnen om door te komen. Gelijk spelen mag ook, maar dan moet het wel minimaal met 2-2 gelijk spelen. Ook dan staat het in de finale van de play-offs tegen Vitesse. FC Twente opnieuw zonder Michailov. Bosker onder de lat. Al voelde Bosker zich ook niet helemaal lekker. Zo zijn er veel spelers die wat ziekjes zijn in de selectie van FC Twente. Ook Douglas is niet okselfris. Hetzelfde geldt eigenlijk voor Brama. Brama die hier wordt aangespeeld kreeg een tik op de knie. Afgelopen donderdag in Waalwijk. Balbezit voor Braber. En de vrijheid hier aan de linkerkant bij Aaron Meijers. Van Mosselveld dus centraal achterin naast Drost. Daar stond donderdag Martina. Die is nu rechtsback op de plek waar Banjar speelde. Van Peppe, de aanvoerder van RKC. Het stadion zit aardig vol in Enschede. Voor de seizoenkaarthouders gratis toegang. En overigens ook voor de supporters uit Waalwijk is de toegang gratis. Duits. Stans van Mosselveld. Vierde ontmoeting van dit seizoen tussen deze twee teams. De eerste twee die in de reguliere competitie gingen simpel naar FC Twente. 4 en 5-0 overwinning. Afgelopen donderdag dus 1-1. Chatli, Ver, Tindalli. Ver is de enige speler die eigenlijk op zijn tellen moet passen waar het om gele kaarten gaat vanmiddag. Hij is bij de eerstvolgende gele kaart geschorst. Van Peppe, opgejaagd door Brama. Ten Voorde. Wisscherhof heeft een voorsprong ten opzichte van Meijers. Maar de bal blijft binnen. Goed werk dus van Meijers. Niet helemaal goed ingeschat door Wisscherhof, die dit wel goed doet. Maar dan inleveren. Bij Schet. Paasje er tussendoor. En het schot van Meijers. Bosker laat hem los. En dan komt hier de kans voor Schet. Het blok van Tindalli en dan weggehaald door Wisscherhof. Maar het optreden van Bosker toch niet al te best daar. En RKC dicht bij de openingstreffer. De steun van het publiek hier in het eigen stadion voor FC Twente. Na een allesbehalve overtuigend begin van de defensie in ieder geval. Martina. Drost. Van Mosselveld. Balverlies van Mosselveld levert de bal in bij Rosales. Douglas. Tindalli. Hij veroorzaakte de strafschop afgelopen donderdag. Na een overtreding op Schet. De strafschop dus benut door Ten Voorde.
Rama. Van de bal gezet door Braber. Kans om eruit te komen voor RKC, maar Schet is bijna de bal kwijt. Meijers. Van Peppe. Toch allemaal stroperig dit bij Twente. Jansen wil graag een vrije trap, maar scheidsrechter Serdar Güzebüyük wil daar niet aan. Sander Duits. En behoorlijk veel balbezit voor RKC in de eerste minuut. De Jong. Overtreding bij Ver. Al claimt Van Mosselveld dat hij de bal speelt. Vrije trap voor Twente. Trap door Landsaat richting Wischerhof. Rosales neemt ten voorde in de maling. Chatli. Ver. Rosales. Chatli. Heel veel vrijheid. Tindalli. Aardig schot van de linksback. Dwight Tindalli. Maakte dus niet zo'n goede beurt in de wedstrijd in Waalwijk. Maar hij is hier wel dicht bij de openingstreffer. Dat was RKC dus ook al. Na dit schot met veel effect van Meijers laat Bosker de bal los. En dan kun je je ook nog afvragen of Bosker daar Braber niet aantikt. Scheidsrechter vond van niet. De ploeg van McLaren speelde goed in de eerste 20-25 minuten. Afgelopen donderdag. Maar daarna lukte er niet veel meer. Meijers van Peppe. Voorzet Stans. Sander Duits. Combinatie niet mogelijk, de ruimte te beperkt. Brahma werd niet echt fijn aangespeeld, maar lost dat adequaat op. Tindalli komt buitenom. Daardoor kan Chatli binnendoor. Nou ja, de ruimte was er eigenlijk niet. Ten voorde, 1 tegen 1 met Wischerhof. Deed lang alles goed, ten voorde. Maar zijn paas op Schet onzuiver. RKC opnieuw zonder een van de sterkhouders in de defensie, Guy Ramos. Maar ook opnieuw zonder Evander Snow. Die afgelopen donderdag nog last had van een knieblessure en nu ziek is. En dus ook Nemeth niet van de partij. De spits. Alle drie zijn het de spelers die RKC goed had kunnen gebruiken vanmiddag. Tindalli, Douglas, Chatli heeft zijn positie op de linkerflank verlaten. Jansen, Rosales, Jansen ligt op snelheid, zoet, ruim op tijd de keeper.
Maar het was een aanval van Twente die er toch veelbelovend uitzag. Aardig gezien in ieder geval door Rosales. Douglas. Jansen gaat al. Eigenlijk al op het moment dat Rosales de bal in de voeten krijgt, is Willem Jansen in beweging. Tindalli. Chatli. Loopactie van Ver werd wel gezien, maar de paas is veel en veel te hard. Van Dwight Tindalli. Laatste keer dat de FC Twente in de play-offs speelde, bereikte het de voorronde van de Champions League ten koste van Ajax. Twente dat dus al zeker is van Europa League voetbal. Alleen in deze play-offs een beter ticket voor die play-offs kan verdienen. Chatli. Brama staat vaak met zijn rug naar het spel als hij aangespeeld wordt. Kan dan dus niet meteen vooruit. Landsaat. Beweging bij De Jong. Zoet gaat trappen. En gaat misschien op zoek naar deze huurling van NEC ten voorde. 4 doelpunten in de laatste 4 wedstrijden. Niet makkelijk gefloten door de scheidsrechter. Overtreding van Stans. Ingeleverd door Jansen. Stans. Van Peppe. Ten voorde. Als RKC het balbezit heeft, speelt Braber eigenlijk als een soort van derde aanvaller. Komt hij vaak tussen Ten Voorde en Schet in te staan. Ver. Tindalli. Chatli. Landsaat, goede opening op Rosales. Luc de Jong kiest positie voor het doel. Komt nu naar de eerste paal toe. Daar is ook zijn bewaker Drost. En hier is Soet. Zonder problemen. Ook volgend seizoen keeper bij RKC. Dan natuurlijk onder de nieuwe trainer Erwin Koeman. Soet wordt nog een jaartje gehuurd van PSV. Hier gaat Meijers. Stans. Wel het overzicht, maar de bal onderschept door Jansen. Van Mosselveld kreeg al vroeg een duw van Luc de Jong. Scheidsrechter zag het. Redt RKC het vandaag niet, dan is het de laatste wedstrijd voor Ruud Brood als trainer van RKC volgend seizoen. Roda. En daar natuurlijk de opvolger van Harm van Veldhoven. Stans, weer balverlies. Nu van Tindalli.
Schet. Kan een mannetje passeren. Mitchell Schet. Meijers. Van Peppe. Het is een aanval van RKC met nogal wat onderbreking. Je kunt het eigenlijk nu al geen aanval meer noemen. Als de bal helemaal terug gaat naar Zoet. Zoet. Niet echt onder druk gezet door Ver. Dus wel tijd om te handelen voor de doelman. Douglas. Zo is het in de eerste 17 minuten van deze wedstrijd behoorlijk slordig. Van beide kanten eigenlijk. Daar zit Ola John. Het is bij hem nog altijd de vraag of... Hij überhaupt nog voor Twente in actie gaat komen. Geblesseerd nu. Aan de enkel. En dichtbij een overgang naar Benfica. De Jong. Jansen. Ver. Chadli, opgevangen door Martina. Voorzet richting Willem Jansen. Nog eens Jansen. Maar dan komt hij net niet helemaal lekker uit. En was de hoek bovendien erg lastig. Eerst al misschien iets te vroeg omhoog om tot een goede kopstoot te komen. Voorde met de borst. Ingrip Rosales. Van Mosselveld. Zo is RKC in de eerste 20 minuten behoorlijk gelijkwaardig aan FC Twente. Is dit uitstekend werk van ten Voorde. De bal prima klaargelegd voor Meijers. Braber is ook mee. Doet Meijers het zelf? Ja. Maar niet al te best. Wel een goede mogelijkheid voor RKC. Vooral na het werk van ten Voorde. Meijers ziet zijn kans schoon, maar krijgt de bal niet tussen de palen. En natuurlijk hoopt Braber op een voorzet van Meijers. Hier gaat Chadli, geen buitenspel. De Jong voor de goal. Daar is ook Landsaat. Zo kan het dus ook 1-0 voor Twente zijn. Het is het gevaarlijkste moment van de thuisploeg. De voorzet misschien een fractie te scherp van Nasser Chadli. Landsaat staat helemaal vrij. Maar kan toch niet vol zijn hoofd tegen de bal krijgen. Het doel was leeg. Foutje van Zoet, dus gooit Twente. Maar waar kan Rosales de bal kwijt? Eigenlijk bij niemand.
net als in de openingsfase, toen Bosker de bal losliet, gaat het publiek hier in Enschede achter de thuisploeg staan. Dit is een belabberde bal trouwens van Rosales. Douglas lost het op onder druk van Schet. Zo kan Twente weer in de aanval. Chatli wil zich meer en meer laten zien. De Jong. Chatli paste net niet voor Twente. Zo is er op de tribune in ieder geval volop beleving. Hier de vrije trap voor Ten Voorde. Overtreding Brama. Schet wilde hem wel in de voeten. Krijgt hem nu van Martina. Op het juiste moment een volgekropen Tindalli. RKC won in de competitie 4 keer in een uitwedstrijd. Uitwedstrijden tegen Groningen, De Graafschap, ADO en Roda. Laatste uitzege op 5 februari, dat is dus al wel even geleden. 3-0 overwinning op bezoek bij FC Groningen. Douglas, dat gaat maar net goed. Landsaat, Brama, Rosales. Jansen heeft even de tijd, nu niet meer. Meijers ertussen gekropen. Rosales met de voorzet, maar die gaat eigenlijk aan alles en iedereen voorbij. Kobbelletje Jansen. Het is zonder gevaar. Rosales, Landsaat vertrekt. Maar Rosales ziet dat niet. Jansen. Brama moest wel terug. Krijgt nu te doen met Braber. Nog niet echt vaak ingeschoven in de eerste 24 minuten. Douglas. De eerste en eigenlijk enige keer dat hij dat wel deed in Waalwijk afgelopen donderdag leverde dat ook meteen een doelpunt van... Zij maken lei op. Je kunt niet zeggen dat hij vandaag de gelegenheid niet heeft gehad. Chatli. Tindalli niet blij met die bal. Misschien was hij ook wel bedoeld voor Douglas. Overtreding Stans en een blessure met veel pijn bij Douglas. Maar de voordeelregel toegepast door de scheidsrechter. Rosales trapt de bal over de zijlijn. Zodat Douglas behandeld kan gaan worden. Veel pijn bij de centrale verdediger van FC Twente. Een blessure die eigenlijk veroorzaakt wordt na slordig balverlies. Hier... Vol op de enkel die helemaal dubbel klapt bij Douglas. Dat ziet er inderdaad niet al te best uit. Stans is de boosdoener. Inmiddels wordt ook de clubarts van FC Twente erbij geroepen, Geki Meins. Het linkerbeen van Stans glijdt door. Op de enkel bij Douglas.
Normaal gesproken zou Rasmus Bengtsson in aanmerking komen om de vervanger te zijn van Douglas, maar geblesseerd. En zo te zien kan Douglas niet door. En zagen we volgens mij Reuseler in de warming-up. Het betekent in ieder geval het einde van deze wedstrijd voor Douglas. Ik weet niet hoe ernstig de blessure uiteindelijk blijkt te zijn. En of Douglas eventueel wel inzetbaar zou zijn in de finale van de play-offs. Maar de wedstrijd van vanmiddag zit erop. Voor de Braziliaanse Nederlander. Douglas heeft aangegeven dat hij nog eventjes wat tijd wil hebben om te herstellen van de pijn. Misschien zien we hem dus nog wel terug. Ja, sterker nog, hij is er alweer. De schade valt blijkbaar mee. Zo staat er al een wisselspeler klaar. Reuseler, maar die kan weer gaan zitten. Toch opmerkelijk. Douglas. Als je hem zo ziet lopen, denk je, er is helemaal niets met hem aan de hand. Maar het zag er toch even akelig uit. Jansen. Met zijn bewaker Van Peppe. Landsaat. Dat is Hens. Ja, Hens van Tjadli. Ongelukkig. Nog net getoucheerd door Stans. En dan kan Tjadli zijn arm niet op tijd wegtrekken. Reuseler gaat nog wel even door met de warming-up, mochten er toch nog problemen zijn bij Douglas. Van Mosselveld. Zoet. Zoek naar ten voren. Iets meer balbezit dus voor Twente in de eerste 29-30 minuten. Maar het aantal kansen in deze wedstrijd vooralsnog op twee vingers te tellen. Het schotje van Tindalli. En de behoorlijke mogelijkheid voor Landsaat met het hoofd. Ver. De Jong. Een geoliede machine is Twente niet. Na alle teleurstellende resultaten van de laatste week. Eén overwinning. Laatste zeven wedstrijden. Laatste twee thuiswedstrijden verloren. Tegen Heerenveen en Ajax. En daarvoor thuis een gelijkspel tegen NAC. 2-2. Het is anderhalve maand geleden dat Twente voor het laatst hier in Enschede een wedstrijd won. Was thuis tegen Roda. Tjadli. Tindalli. Goed gegeven. Precies in de loop bij Tjadli. Maar het uitstappen van Drost voorkomt gevaar voor RKC.
Zo hoeft hij zich niet echt zorgen te maken. Zal hij ook vooral aan het nadenken zijn over hoe zijn elftal een doelpunt gaat maken vanmiddag. Ingooi RKC. Ten Voorde biedt zich aan. Ver. Toch maar weer even lopen met de bal. En vervolgens inleveren, maar dan uit de brand worden geholpen door de scheidsrechter. Die een overtreding zag. De Jong vraagt om de bal bij de tweede paal. Tindalli wil over de grond combineren, maar daar is de ruimte er niet voor. Schet. Bal gespeeld door Chadli. Geen buitenspel De Jong. Goed meegenomen. Dan wordt hij natuurlijk wel even vastgehouden door Van Mosselveld. De scheidsrechter vindt van niet. En ik kan me de boosheid voorstellen bij Luc De Jong. Want de manier waarop De Jong hier wegdraait zorgt ervoor dat Van Mosselveld nooit meer bij de bal kan komen. En dan houdt Van Mosselveld vast. Je hoeft tenslotte als aanvaller echt niet op de grond te gaan liggen om de scheidsrechter te overtuigen dat het een overtreding was. Ver, De Jong, ziekenhuisbal voor Brama. Wisscherhof. Te veel slordige pases bij Twente. De meeste ruimte voor Tindalli telkens om op te komen. Landsaat. Overtreding Jansen. Voordeel zegt Guzebujuk. Van Peppe kan er dus vandoor. Sterk verdedigd Douglas. En Ten Voorde heeft wat last van de rug. Nu een blessure bij De Jong. Aan de enkel geraakt na een sliding. In botsing gekomen met Sander Duits. Chadli. Bij de eerste paal was ver. De Jong herstelt van een pijnlijke enkel. Keerde afgelopen donderdag terug. In de basis bij FC Twente was toen in staat om een uur in actie te komen. Douglas, Ver, De Jong. Maar zo te zien geen problemen meer met die enkel. Rosales. Land staat vrij. Rosales begonnen aan een sprint. Meijers in de diepte ligt ruimte voor Ten Voorde, maar Landsaat krijgt de bal vol in het gezicht.
opmerkelijk dat Lanza daar nauwelijks last van heeft. Rosales. De Jong. Duurt te lang. Ver. Chatli. Te weinig spelers bij FC Twente zijn in vorm. Want van een speler met de kwaliteiten zoals Chatli die heeft, mag je toch meer verwachten. Het seizoen is lang geweest, zo zei McLaren. Twente speelt vandaag zijn 54ste wedstrijd van het seizoen. Veel spelers met kleine pijntjes. Een aantal spelers die wat ziek zijn. En dus speelt ook de vermoeidheid een rol. Hij kreeg een por in het gezicht van Peppe, van Jansen. En verspeelt hier de bal, ver. De Jong, ja, ver had de bal misschien al meteen aan Lanza moeten geven. Duits. Schet. Moet in staat zijn om het Tindalli lastig te maken. Het is hem nog niet gelukt in deze eerste helft. Landsaat let hier niet op. Balverlies dus. Meijers, niet lekker geraakt. En ook de ruimte bij Braber die Meijers dan weer niet ziet. Ten Voorde, wat gaat er een hoop fout bij Twente. Wisgerhof blijft nu wel op de been. Brama, Douglas en er is weer rust. Je kunt zeggen, Lanza moet opletten. Maar Brama had Lanza misschien ook niet aan moeten spelen als Lanza de bal niet verwacht. Rosales. En dan is de aanname weer zwak. Schet. Sterk Tindalli. De Jong, ver. Chatli. Ver, Chatli doorgelopen. Maar dan verwacht Chatli denk de bal toch niet meer van ver. Want is hij daar dus een fractie te laat? Heel veel tijd, heel veel ruimte voor Wisgerhof. Landsaat. Rosales, geen overtreding, Meijers. Ten Voorde. Kies meteen positie. Duits ziet de loopactie van Ten Voorde. Douglas was de bal even kwijt, maar Bosker let wel goed op. Spits Ten Voorde wel actief. Bij RKC, hij blijft loeren op zijn kant. Hier het zoveelste voorbeeld vanmiddag bij Twente dat het rommelig is. Ver. Misschien ook wel het bewijs dat het wedstrijden zijn, deze wedstrijden in de play-offs voor FC Twente, die het niet wil spelen. Duits.
van Peppe. Laatste 5 minuten van de eerste helft. Blok gezet door Jansen, dat ontging de scheidsrechter. Inmiddels hier alweer balverlies voor Twente. Slordige trap Bosker. Als je Twente zo ziet voetballen in de eerste 40 minuten, zou je toch zeggen RKC is niet kansloos om zich te plaatsen voor de finale van de play-offs. Stans. Van Mosselveld. Ten voorde komt Vrij. Maar Van Mosselveld ziet het niet. Overtreding Rosales. Is dit een mogelijkheid voor RKC om te verrassen in de slotfase van de eerste helft? Schette heeft de bal neergelegd. Drost en Van Mosselveld zijn mee naar voren. Hier is de vrije trap van Schet, maar die is zwak. Meijers, Schet. Vrije trap in het voordeel van Jansen. Chatli. Douglas, paas op Tindalli. Lag voor de hand, maar komt er niet. Alles en iedereen van RKC achter de bal nu in de slotfase van de eerste helft. Jansen. De Jong. Douglas. Rosales slingert hem nu aardig voor, maar op waarde geschat door Zoet. Ten voorde, knap gedaan. Tindalli van zich afgezet en de bal meegegeven aan Sander Duits. Duits, durft hij te schieten? Ja, dat durft hij wel. Maar al te best is een poging niet. Toch een kansrijke situatie dit voor RKC met aardig wat ruimte. Teleurstelling natuurlijk bij Duits, die dat ook wist. 1 minuut extra tijd is ingegaan. Misschien nog een aanval van Twente in blessuretijd. Landsaat.
kan bij niemand de bal kwijt. Geldt ook voor Tindalli. Chatli. Lastig voor De Jong. Schet. Kan RKC dan nog een keer? Meijers en Schet doen dat best aardig. Meijers ten voorde komt nu naar de eerste paal, maar de vlag is omhoog voor buitenspel. En dat zal de laatste aanval zijn geweest in deze eerste helft. Inderdaad, scheidsrechter Guzebiuk fluit nu voor de rust. Hier in Enschede, McLaren snel naar binnen. Het was een teleurstellende eerste helft tussen FC Twente en RKC. 0-0 halverwege in Enschede. Het is te rommelig. En er zijn weinig uitgespeelde kansen geweest voor Twente en voor RKC. Inderdaad, een dubbele wissel aan het begin van de tweede helft bij FC Twente. Daar is Wesley Verhoek. Hij is een van de nieuwelingen aan het begin van de tweede helft. Brama en Douglas zijn in de kleedkamer achtergebleven. Allebei dus aangeslagen. Brama al afgelopen donderdag geblesseerd geraakt. Douglas in de eerste helft. Last van de enkel. En dus ook Reuseler in het elftal. Reuseler centraal achterin. Verhoek als rechtsbuiten. En dat betekent denk ik dat Willem Jansen op het middenveld terechtkomt bij FC Twente. Zo heeft McLaren dus denk ik noodgedwongen in moeten grijpen. Halverwege 0-0. Wie speelt er komende donderdag tegen Vitesse? Is het FC Twente of kan RKC toch stunten vanmiddag hier in Enschede? Hier het balbezit voor Reuseler. Afgelopen donderdag ook invaller. 20-jarige Duitser. Verhoek ontbrak dus door schorsing afgelopen donderdag. Een schorsing overgehouden aan de play-offs vorig seizoen. Met ADO Den Haag, de play-offs die Verhoek toen won. Met ADO van Groningen in de finale. Uiteindelijk naar strafschoppen. Hier komt Wischerhof. En wellicht dat Verhoek in de tweede helft Luc De Jong kan voorzien van een aantal aardige voorzetten. Reuseler niet fijn aangespeeld door Tindalli. Vrije trap voor Stans. RKC. Voor de volledigheid is ongewijzigd uit de kleedkamer gekomen. Zelfde elf als in de eerste helft. Als je naar die statistiek kijkt, kunnen we wel een doelpunt verwachten in de tweede helft. Jansen. Van Peppers zat ernaast, maar dat geldt niet voor Van Mosselveld. Nieuwe ingooi voor Twente. Zoeken naar De Jong. Goed verlengd. Chatli. Het was een halve kant. Ver. Landsaat. Tindalli. Reuseler. Glijpartij bij Duits. Overstapje Chatli. Dit is doorzien door Duits. Schet.
vaak nogal wat tijd nodig om te bedenken wat hij met de bal gaat doen. Voorlopig heeft FC Twente de bal in de openingsfase van de tweede helft. Reutseler zag de Jong niet vrij zijn. Ver. Chadli. Twee man op de zijlijn die staan te wachten. Rosales en Verhoek. Reutseler. Moest eigenlijk misschien nog wel wat sneller openen richting Tindalli. Chadli. De Jong biedt zich op het juiste moment aan. Overname RKC met Drost. Overname is van korte duur. Ver. Aangetikt door Stans. Luc de Jong. Bal springt van de knie bij Ver. Stans zoekt een uitweg, vindt hem niet. Overname Ver. Chadli. Chadli. Ruimte te beperkt om tot een goed schot te komen. En dan glijdt de Jong weg en zit de aanval van FC Twente erop. Liggen er twee spelers geblesseerd op de grond. De een is Sander Duits, de ander Nasser Chadli. Handig paasje van Ver. En Chadli die tot een schot wil komen, raakt niet de bal, maar raakt Duits. Chadli staat weer, dat geldt dus niet voor Sander Duits. Het was geen overtreding van Chadli. Op Stans. Duits gaat hinkepinkend richting zijlijn. Ziet ook McLaren. Maar voorspellingen of spelers verder kunnen doe ik vanmiddag. Na het geval met Douglas in de eerste helft maar niet meer. Beide spelers willen in ieder geval terugkeren. Het is even 10 tegen 10. Ver. Landsaat. Jansen. Nu mogen Duits en Chadli terugkeren van Guzebuur. Reutseler. Chadli. Wie heeft er een goed idee bij Twente? Want vooralsnog is het afschuiven van de bal. Gaat hetzelfde in de diepte. Dan krijgt Twente het tempo niet echt omhoog. Landsaat, Tindalli. Rosales, Verhoek.
Mosselveld. Niet lekker voor Van Peppe. Rosales. En dan is Meijers zelfs even linksback. Het is vooral verdedigen voor RKC in de eerste 10 minuten na rust. Hier de voorzet van Verhoek. Dat levert een corner op voor FC Twente na het verdedigende werk van Duits. RKC komt niet of nauwelijks van de eigen helft af in de tweede helft. De koppers in stelling. Daar is De Jong. Als Verhoek de corner trapt. Ver. Lanza met Martina. Nee, Chatli natuurlijk. Ver. Reuseler. Een geel-blauwe muur waar Twente maar niet echt doorheen komt. Reuseler probeert te verlengen, dat lukt hem aardig. Maar er is geen reactie bij Luc de Jong. Ten voorde. Bij 0-0 is... zijn ploeg gezien. Bij 0-0. Na 90 minuten is dit zijn laatste wedstrijd als coach van RKC. Van Peppe. Duits. Ontstaat hier misschien wat ruimte voor RKC. Schet. Van de bal gelopen door Tindalli. Getimed door Sander Duits, opnieuw Schet. Voor het eerst gaat RKC zich wat laten zien in deze tweede helft. Meijers met de voorzet. Net niet op maat voor Braber. Blok gezet door Martina. De rechtsback kwam druk zetten bij Tindalli. Multifunctioneel, zo is dit seizoen gebleken, Martina als rechtsback, als centrale verdediger. En ook als controlerende middenveld. Chatli, De Jong. Goed verdedigd Drost. Braber in de voeten bij Verhoek. Paasje kan er inderdaad ertussendoor. Rosales. Verhoek probeert op snelheid te komen. Schot geblokt, de voorzet geblokt door Meijers. Rosales. Vrije trap, overtreding van Peppe. Shirtje trekken bij Rosales. Twente wil het tempo echt wel opvoeren, zo heb je het idee. Maar omdat RKC zo verdedigend speelt, lukt het maar niet. Qua lengte heeft Twente niet veel ingeleverd met het vertrek van Douglas halverwege.
Reusler ook boomlang. Hij kiest positie bij de tweede paal, maar hier is Chatley. En nog een Zoet. Twee geweldige reddingen van de keeper van RKC, Jeroen Zoet. Dus blijft het 0-0 in Enschede. Enorme kans voor Chatley om FC Twente toch op voorsprong te koppen. Maar tot twee keer toe Jeroen Zoet en dan nog Drost net voor de doellijn. Appel voor Hens. Dat heeft de scheidsrechter denk ik niet zo gezien. Het wordt wel een nieuwe hoekschop. Opnieuw Verhoek. Weer richting De Jong. Jansen. Geen buitenspel voor Ver. Reusseler. En het blok van Van Mosselveld. Zo wordt het wel wat aardiger. Hier gaat Ten Voorde. Achterhaald door het loopwonder van FC Twente, Willem Jansen. Was Drost hier? Nou, ik weet niet of het Hens is. Niet te zien. Gooit zich in de baan van dat schot. Scheidsrechter vond het geen strafschop. Maar wat een kans voor Chatley. De kopkans voor Landsaat in de eerste helft reuze groot. Deze is alwaar nog groter voor Nasser Chatley. Martina. Schet. Bal terug wat kort. Stand. Martina. Nog alles vrij, de rechtervleugelverdediger van RKC. Meijers kan het spel gaan verplaatsen. Braber. Van Peppe. Braber. Mee verdedigen van Verhoek. Landsaat. Chatley wil hem terug. Nasser Chatley. Vrij geopend. De ruimte bij Rosales langs Van Peppe. Rosales hinkt op twee gedachten. Een schot op doel of een voorzet richting Luc de Jong. Het wordt niks. Het behoorde allebei tot de mogelijkheden voor Rosales. Maar dan moet je natuurlijk wel een keuze maken en daarvoor gaan. Zijn ploeg is het aan de stand verplicht. Aan haar stand verplicht om deze wedstrijd te winnen. Maar vooralsnog lukt Twente dat niet. Schet. Paas die niemand begrijpt van Van Mosselveld. Reusseler. Rosales. Ver.
Het is telkens eerst aankijken en dan pas met een paas komen. Bij Twente. Landsaat. Ruimte gezien hier bij Tindalli. Dwight Tindalli. Bal is aangeraakt. De Jong bij Zoet. Via de schoen van Drost en via Stans is RKC de probleem. Ten Voorde met Wisgerof. En Ten Voorde die dat dan telkens wel aardig doet. Wat heet, dit is een prima paas op Mitchell Schet. Alleen Brabo voor het doel. Schet moet even tijd winnen. Hier is aansluiting. Duits. Van Peppe. Meijers. Ten Voorde komt vrij. Nog eens Meijers. Stans kiest positie. Hier komt Stans met zijn schot. Gevaar dus van RKC nu. Braber, Stans, Ten Voorde. Hakje is aardig bedacht. Schet, die wil hem klaarleggen voor Stans. En als dat vervolgens niet lukt, houdt Stans vast. Maar het is aardig voetbal van RKC. Na 20 minuten in de tweede helft. Een goed bedacht hakje van Ten Voorde. En daar het shirtje trekken bij Chatli. De Jong. Chatli met Martina. Natuurlijk naar zijn rechterbeen. Hier de ruimte voor De Jong. Weer ligt Duits in de weg. Goede mogelijkheid toch voor de spits van FC Twente, Luc De Jong. 32 doelpunten dit seizoen in alle competities. En nog altijd eigenlijk op jacht naar een clubrecord. 33 goals van Dick van Dijk in het seizoen 68-69. Dit was een mogelijkheid voor De Jong om dat te evenaren. Hoekschop voor hoek. Klem vast, Zoet. Die dan kiest voor de snelheid van Schet, maar daar loopt ook bewaker Tindalli. Landsaat, nou, wacht op een loopactie van Chatli, maar die loopactie komt er niet. Van Peppe. Twente komt zo dadelijk met de derde wissel van de middag. Quincy Promes zal in de ploeg gaan komen. Net als afgelopen donderdag trouwens in Waalwijk. Ten Voorde. Meijers vrij. Dat is Hens, denk ik. Ja, Hens van Wisgerof. Die zo toch wel een veelbelovende aanval van RKC onderbreekt. Maar geel komt er niet. Voor de aanvoerder van FC Twente. Kwart wedstrijd nog voor de boeg. Vrije trap, Stans. Chatli maakt zich breed ten opzichte van Drost. Drost blijft vooral goed naar de bal kijken. Meijers.
Hij wacht nog even met zijn wissel, althans dat deed hij zo even bij de vrije trap van RKC. Moet nu natuurlijk wachten tot het spel stil ligt. Martina. Supporters van RKC laten zich horen. Braber. Toch van Peppe bereikt. En die krijgt dan nog een gooi van Verhoek. Vrij trap snel genomen. Schet. Van Peppe. RKC laat zich hier meer en meer zien. Voorzet van Peppe. Bosker. De aanwezigheid van Braber was daar wel dreigend. Chatli. Alleen De Jong voor. Nasser Chatli. De Jong komt nu richting eerste paal. De voorzet gaat richting Verhoek. Uitverdediger van RKC is slordig. Meijers. Het zou ook voor hem de laatste wedstrijd in het shirt van RKC kunnen zijn. Volgend seizoen spelen van ADO Den Haag. Nu de wissel bij Twente. Willem Jansen gaat naar de kant. En voor hem Quincy Promes. 20 jaar. Toch nog wat applaus vanaf de tribune voor Willem Jansen. En weer speelminuten voor de jonge Promes. Braber is even bij Brood gaan praten. Om misschien nog even de tactiek door te nemen voor de laatste 20 minuten. Brood inmiddels weer gaan zitten naast zijn assistent Hendriksen. En Maas. Ver. Moest snel handelen. Reuseler. Bij toeval De Jong. Rosales. De Jong wil hem terug. Krijgt hem perfect in de loop. En schiet de bal dan eigenlijk vrij simpel in de handen bij Zoet. Goeie paas van Rosales. Snel gegeven. Dan was misschien dit ook wel het enige wat Luc De Jong kon doen. Hij was vooral voortreffelijk op de kopbal van Chatli eerder. Zoet. Hij is op de enkel bij Jansen. Of misschien zelfs wel gewoon op de bovenkant van zijn voet. Boosheid bij Twente, want RKC krijgt de vrije trap. Ten voorde. Van de bal gezet door Landsaat. Promes. Vrije trap Twente nu. Chatli. Promes staat diep, staat bijna naast De Jong. Kan de bal nu gaan krijgen van Landsaat. Promes. Veel in beweging. Rosales.
Verhoek. Bal schiet door. De Jong. Achter Rosales. Knap gedaan van Peppe. Die houdt de bal nog goed binnen. Maar Reusler zet ten voorde van de bal. Promes. Chadli. Hij laat zich zien, de invaller. Promes, onder andere met deze paas. De Jong, de aanname is niet al te best. Bovendien was de hoek lastig. Het wordt een hoekschop. Maar het lijkt wel alsof Luc de Jong wat meer tijd nodig heeft om met dit soort kansen om te springen dan normaal gesproken het geval is. Hier speelt hij de bal te ver voor zich uit. Wel een goede paas van Promes. Een kwartier nog bij deze hoekschop van Verhoek. Heeft ook De Jong nu klachten. Na Brama, Douglas en Jan Seerden. Wisselen kan niet meer bij Twente. Luc de Jong moet de wedstrijd volmaken. Maar van harte gaat dat zeker niet. Spits heeft wel last. Slordig Reusler. Nu ten voorde misschien. Ten voorde. Tackle Wisgerov is op de bal. En goed getimed bovendien. Buitenspel De Jong. Hier gaat Martina. RKC heeft een doelpunt nodig. Hij zal dus in het laatste kwartier misschien wat meer richting het doel van Bosker gaan spelen. Het zal wel moeten. Schet. Hoekschop. Ja, hoekschop RKC. Of gaat hij nog via de arm van Schet over de achterlijn? Dat zijn de klachten van Twente. Maar de corner is toegekend. Duits trapt hem. De centrale verdedigers zijn mee. Waaronder Van Mosselveld dus, die daar bijna kon koppen. Meijers. Echt gevaarlijk wordt het niet voor Twente. RKC wil graag gaan wisselen. Dat gaat nu gebeuren. Het bord gaat omhoog voor Mitchell Schet. Zijn wedstrijd zit erop. Bij deze stand, bij 0-0, is dit zijn laatste wedstrijd van het seizoen geweest. Zijn vervanger Robert van Hout. Voor de laatste 15, 16 minuten. Van Hout. Schet zat er aardig doorheen. Drost. Daar is de invaller, wilde ik zeggen, maar hij verzuimt om de bal aan te nemen van Hout. Dus mag de andere invallen. Promes, vastgehouden door Duits. Landsaat vraagt om
Een ploeggenoot die vrij staat en vindt die hier, ver. Promes. Het was geen buitenspel geweest voor de Jong, maar de pas of de bal komt er niet. Braber. Een Waalwijks doelpunt en RKC staat in de finale van de play-offs tegen Vitesse. Maar krijgt het daar ook de kansen voor? In de eerste helft een paar keer dichtbij. Na rust valt dat wat tegen. Ver. Van de bal gezet door Duits. Stans. Balverlies mag ver zich aantrekken. Ten Voorde. Onderschept door Promes. En nu misschien de mogelijkheid om te counteren voor Twente. Chadli. Het is weinig verrassend. Chadli trekt altijd naar binnen toe. Landsaat. En dan is het er ook geen overleg bij Twente. Geen overtuiging in het aanvalsspel van de thuisploeg. Nasser Chadli. De Jong. RKC wil zo dadelijk voor de tweede keer gaan wisselen. Alakmak staat klaar om in het elftal te komen. U kunt de man van de wedstrijd kiezen via eredivisielive.nl/sidekick. Misschien dat Jeroen Zoet in aanmerking komt met zijn fraaie redding op de kopbal van Chadli. Twente heeft een corner verdiend. Hier is de hoekschop van Verhoek. Daar is Zoet weer. Promes. En opnieuw Zoet. Braber krijgt de bal wat gelukkig op zijn hoofd. Maar daardoor loopt de aanval wel aardig door van RKC. Ten Voorde. Krijg je niet zomaar van de bal af. Duits. Niet lekker gekaatst door Braber. Landsaat. Verhoek raakt volgens mij flink Sander Duits. Geel voor Verhoek. Eerste gele kaart in deze wedstrijd. En Duits aangeslagen. Het is ook meteen de laatste actie geweest. En je ziet hier dat Verhoek de bal eigenlijk gewoon helemaal mist. Ja, hij heeft hem wel. Maar raakt met de buitenkant van zijn schoen toch ook vol Sander Duits. Het is de laatste actie geweest in deze wedstrijd van Duits. Want hij wordt gewisseld. Alakmak stond al een tijdje voor hem klaar. Geel dus voor Verhoek. En Duits flink aangeslagen richting de kleedkamer. Een stuk of 500 supporters meegekomen uit Waalwijk. Je hoort ze in de laatste 15 minuten steeds wat vaker. Want 0-0 is nog altijd een stand die hoop biedt. Alakmak dus de vervanger van Duits. Een stuk aanvallender ingesteld. Duits gaat vloekend naar de bank dan. Chadli. Het was riskant zoals hij de bal daar weer het veld eigenlijk inkopte.
Drost. Martina. Kan RKC nog wat? Daar zit de pijn. Net boven de enkel bij Sander Duit. Eerste actie van Alakmak. Alakmak. En hij maakt hem. En hoe? Wat een prachtige goal voor RKC. Het is zowaar zijn eerste balcontact. En de gebalde vuist bij Brood. Want RKC staat met 1-0 voor in Enschede. Is dit het doelpunt dat RKC tot in de finale van de play-offs brengt? 0-1. Zijn eerste actie. Het is een goede dribbelaar. En hij heeft ook een goed schot, want dat laat hij hier zien. Bosker kan er alleen maar naar kijken. RKC staat met 1-0 voor op bezoek bij FC Twente. Aan de andere kant inmiddels al bijna een mogelijkheid voor Twente. Als wij nog kijken naar het feestvierende RKC. Wat een goal zeg. Voor Furkan Alakmak. Het is zijn eerste in dienst van RKC. En hij heeft een aardig moment uitgekozen om zijn eerste te maken. Wordt hun seizoen, het seizoen dat al zo mooi is voor RKC met de 9e plaats in de competitie. En het bereiken van de play-offs, wordt dat nog mooier. Ver van de bal gezet door Stans. Van Hout. Zit het seizoen van FC Twente er over een minuut of 8 op? Bij deze stand wel. Vitesse, ja, in 89-90 was de laatste club die als gepromoveerde club Europees voetbal haalde. Zover is het natuurlijk nog niet voor RKC. Maar het is dicht bij de finale van de play-offs tegen Vitesse. Komende donderdag en volgende week zondag. Chatli. De Jong. Scoort FC Twente nog, dan gaan we verlengen. Chatli. Hoekschop Twente. Wordt het zijn wedstrijd? Verhoek, hij trapt de corner. Indraaiende corner, Zoet, heldhaftig gekiept. Een hensbal gezien van Ver. Heeft de scheidsrechter dat goed gezien? Ah, de arm van Ver gaat omhoog en raakt inderdaad de bal. Natuurlijk, zij zijn uitgelaten. De supporters van RKC. En verliest hij weer een thuiswedstrijd. Verloor de laatste twee in eigen huis tegen Heerenveen en Ajax. Tindalli. Alleen maar verder terug. Reuseler. Ongelooflijk ook vooral bij de supporters van FC Twente. De Jong knap verlengd bij Ver. Ver, Zoet. Toch een van de uitblinkers vanmiddag. De keeper van RKC Waalwijk, Jeroen Zoet. De Jong wint het kopduel van Drost. En dan is de hoek hier lastig voor Ver. Uitgeroepen dus tot man van de wedstrijd. Door u thuis, Jeroen Zoet.
Ondanks die geweldige treffer van Alakmak. Hier gaat hij weer. Aardig voor Ten Voorde met de punt van de schoen. Bosker. Bijna is het 2-0 voor RKC. Chadli heeft nog energie. Schudt Braber van zich af. Nasser Chadli. Langs Martina. Promes. Tackle van Alakmak. Maar dan gaat Van Peppen in de fout. Chadli. Martina kan er met de bal vandoor. De 90ste minuut loopt. Hoeveel extra tijd heeft de scheidsrechter zo dadelijk voor ons in petto? Het seizoen van Twente, het eindigde al in mineur met die 6e plaats. Maar verlies hier en uitschakeling in de play-offs. Het maakt het allemaal alleen nog maar erger voor Twente. Er komt zo dadelijk bij aan extra tijd minimaal 3 minuten. Stans. Brood hamert. Speel op balbezit. Bosker, Twente moet snel naar voren. Als de extra tijd inmiddels is ingegaan. Meijers. Die gooi is voor RKC. Twente was dus al verzekerd van Europees voetbal via het fair play ticket. Witte zakdoekjes zelfs op de tribune. En dat betekent dat FC Twente bijzonder vroeg al aan de Europa League voorrondes zou moeten gaan beginnen. Braber. Van Hout. Hier is Stans helemaal vrij. Stans kan gaan schieten. Het scheelt niet veel. Prima poging van Jeff Stans. Nog anderhalve minuut voor Twente. En aardig wat ruimte hier voor Rosales. Op zoek natuurlijk naar Luc de Jong. Verhoek. Veel te stevig erin gegaan ten opzichte van Stans. En zo tikt de tijd door. In het voordeel van RKC, daar Ola John. Hij dus een van de vele spelers die Twente vandaag moest missen. Van Mosselveld. Bal schiet tussen de benen door. Hoe is het mogelijk bij Promes? Alakmak. Het is bijna gedaan in Enschede. Meijers. Nog één keer heeft Twente de bal. Maar de tijd zit er zo goed als op. Van Peppen. Gaat nog maar eens op avontuur. Art van Peppen, de aanvoerder. En nu gaat de scheidsrechter affluiten. Ja, het is gebeurd hier in Enschede.